En daar, welkom mensen van Dutch Gaming, welkom bij een gloednieuwe video in dit kanaal. Ik ben vandaag samen met een paar mensen van PlanetCraft. En die gaan mij een beetje laten zien hoe het een beetje werkt en ze gaan een beetje mij rondleiden. Aangezien ik er echt denk ik de grootste noem van PlanetCraft ben, omdat ik er niks van snap. Zo. Wordt donker. Wow. Ik denk er gewoon overslaan, want ja, weer en kom ik uit bij ons. Ja, iemand heeft gewoon afgeblokt. Ik doe dat zo in de buitenboot ga dat. Ik moet weer even doorgaan. Oké. Ja, nu zit nog bij een andere. Ik zie licht. Ja, ik moet toch weer. Ja. Ja, dan hebben we erachter hebben we ook een plaats toen dat de oude miners zo United en. Ja, dat er ook een bomenfarm is die we gebruiken op Texas. Dan gaan we onze mijn doen en dan een dorpje van je. Het inhoud is op Texas, omdat hij rond mijn land is en pas je toen staat. Dus als je straks een rondrijding door Washington, daar zitten we nu bouwen. We zijn er ook net in een video van David met Ron, een van onze hoofdbouwers. En we zitten nu druk bezig om een stad op te bouwen. Nou, we gaan ook nog een ander gebouw maken, een redelijk groot gebouw. Maar daar wil ik nog niet zeggen wat dat is. Ja, hierboven zit er een staffeestje voor dat er allemaal staffen zijn, is iets voor de... Volgens mij is het verplaatst naar Washington, ik weet het niet zeker. Ja, het is gekopieerd naar Washington en we zijn het hier ook niet verwijderd, dus eigenlijk hebben we... Ja, maar in die van Washington heeft het wat bijgezegd, dus dat is ook wat meer, ja... Bijzonder. Ja, hier is een stafhuisje. En ja, dit is een privéspel van X-Buy. Dus je wil maar ja, lezen als je. Dit is allemaal van X-Buy. Dit is allemaal voor X-Time Party. Dat is een van onze oude teammembers. Hij was een van de leiders, want eigenlijk wij heet Team Fusion. Omdat we van twee teams komen, Team Novenanium en Team Sovereign. Ik ben van Team Novenanium en Noob is hier, ja. Team Sovjet. Ja, zij hadden Egypte en Libië en wij hadden dan Algerije. En wij hadden ook nog Zuid. Ja, we hadden ook nog een paar kleine landjes ook. En zij ja, wij hadden nog ook Egypte 2. Ja, en wij ook nog. Azerbeidzjan. Ja. We hebben ook nog een land in dat land. En Amon? Was het goed? Ja, maar die hebben misschien verkocht worden. En dat zijn ook gewoon de enige. Ik weet ook niet of dat je twee landen mag in. Als je dit pad volgt, kom je weer de bomenfarm daaruit.
En de Oude Mijn van United. Dat was de eerste team die hier in Texas was. Ja, en daarachter is Lakka gekomen. En die zitten wij hier. Met hulp van ons. Toen wij waren toen ook in Texas. Alleen hier vanaf de kick van Lakka. En toen hebben we het zelf gekocht. Samen met Team Sovjet. En nu is het van ons. Hier is Oude Mijn. Het is vrij. Dus ik kan niet naar binnen. Ja, het is niet die gigantische mijn. En nu kunnen we door naar onze mijn. Hier, dit is... Ja, we zitten nu een heel grote mijn te maken. Toch? Ja, en daar zijn we gisteren mee begonnen. En we zitten nu eigenlijk al reeds. We zijn nu op Plantcraft, een van de actiefste. Ja, op Amerika zijn we denk ik de actiefste en op de hele server in de top 10. Want als je op de top kijkt, zie je dat wij zijn met Texas prefix, die zijn echt stuk, ja, die domineren. Dit is het oude dorp van Team United. Maar we hebben het wel laten staan. Het is een beetje te veel werk om gewoon weg te halen. En het is niet echt of we iets. En dan als we verder die richting gaan, komen we uit bij onze mijn, die we net mee zijn. Ja. Daar zijn we net bij begonnen. Misschien zijn daar nu mensen aan het mijnen. Zie je een kop een muur, dat als de muur eigenlijk zeker binnen 2 weken weg is, dat het allemaal tot bedrock is. Okay. Ja, we hebben echt heel... Ja, we zijn gisteren nog, dus zijn nog redelijk klaar. Ik sta hier in een kopweb, ik vind dat gewoon... En dit heb ik al nu toe allemaal weggemijnd in die paar dagen, dus nu niemand het mijn. Het is net wat is voor mij. Ja. Dus net 1 dag geleden hebben we. Ja, we zijn nu misschien één. Wil je ook nog Washington? Ja. Dat is wel helemaal aan de andere kant. Dus die moeten we eigenlijk heel ver naartoe lopen. Ja, dat is eigenlijk. Dat is 15, dat is 10 minuten of zo. Ja, dus dan kan je beter gaan knippen en dan als je dan weer als we bij Washington zijn, dat ja, je oké. Weer... Ja. We moeten wel, nu dus ze weten, als mods te gaan kijken, moeten we wel alles verstevigen, anders laat ze het in. Ja, zwaar, maar... Ja, maar bij de mijn die net zag, we waren niet aan het... Ja, en dat moet, want het is een soort van... We zijn mods, en als we die er naar kijken, en ze zien dat het niet stevig is, het is een beetje real life. Dus dan gaan ze dingen weghalen, dan gaan ze het laten instorten. Dus... Wel... Dus kunnen we gewoon... Rusten door mijn zonder eigenlijk veel versteviging te doen. Ja. En als je dan anders wel, als het gewoon weet dat er niet is verstevigd, gaat het wel laten. Kom. Ik ben hier wel kwijt. Straks was er de Grand Canyon. Heb je ook nog een paar vragen voor ons?
Want die kun je ook nog stellen. Wij kunnen die ook al. Ja. Wij domineren echt op tap. Want als je, ja. We hebben ook nog jou, die nog een tekst schrijft moet. En nog iemand, Kaylee, die moet ook nog. Eigenlijk hebben we bijna halve dag. Dat ik ook nog bij andere mensen in de andere server van. Ja, waarschijnlijk is XP er. Ja. Nee, ik denk het niet, want XP kan gewoon niet online. Om 2 uur. Oh, okay, zijn we hier? Ben jullie kwijt volgens mij? Ik sta nog op die berg. Ja, ik kom weer op. Zie je die cobblestone die over de grens heen gaat? Ja. Loop eens daar naartoe, daar staan we. Oh, dit is de foto kant. Achter de Jason. Oh. Ja. De Grant. Hier kan je een mooie screenshot maken over de Grant. Ja, en die deur nu al door de grens. En daarom dat we ook die hangen maken met de water, zo niet er heel dat. Ja, anders moet je hier gaan dalen, klimmen, dalen, en dat is dan niet heel. Ja, en volgens mij hebben ze nu ook al andere oplossingen gemaakt, omdat irritant is dat je iedere keer een bootje moet bij hebben, dat er een trap. Ja, volgens mij gaan ze ook patroontjes maken. Ja, maar de trap is nog niet helemaal. Heb je nog een? Ja, ik heb mijn stack wel. Ik heb nu nog 25. Oké, ja. Nice. Dat is dat. Bedankt. Dat is genoeg. Ja, ik heb zelf nog. Ik ben ergens naar beneden gedoken. Oh, ja, ik zie je. Ik zie je wel. Eerst is er iemand. Nee, dat is niet. Ja, deze haat zit minder gewoon. Ik weet ook niet. Staan. Ja, hier dit. Ik heb bijna de 25 dagen. Zo. Ik heb. Net vandaag 5, 10 dagen. Ja, ik moet nog een uurtje online zijn. Nog 25 dagen. Ja, dat is waar. Nou, nu is het nu weer het huisje waar we er net waren. Ja, dat zie ik. En dus, oh ja, ik heb de deur gewoon gemist. Oh. Maar ik ben vooral passie vinden. Ja, ik zit te mijn in Texas of ben ik op Washington te bouwen. Maar als je mij gewoon PM't op Discord dat je mij nodig hebt of zo, dan kom ik gewoon als het ook bijna onmiddellijk. Okay. Ik bedoel, als je mij PM't op Discord en maar je ziet mij niet online of in call, dan is het gewoon omdat ik er ook wel niet echt ben. En dan zit ik waarschijnlijk op school. Daarachter weer die 2 mines dat we er net waren. Oh, daar zijn we echt.
Ja, daar is de muur van Texas en daar is de muur van... Wat is tot nu toe je indruk? Het is echt groot deze landen, hè? Hier even op een parcours. En dan zie je daar rechts al. Ja, maar ik wil even bij de trap waar daar het eindigt. Ja, dat weet ik. Dat is eigenlijk deze rivier op. Oké, ik ga op de rivier. Ja, naar daar mijn bootje gaat. Ja, we zijn er. En dan is daar Washington het stuk van. Werden onze omslag nu ook. Het gaat snel, maar daarbij heb je iets. Ja, we zijn nu een paar. Als je wil, kan je je opname weer starten. Ik weet niet wanneer je... Waar wil je starten? Kan hier starten of kan je nog een beetje verder starten? Nee, hier kan je starten. Nou. Start de video maar gewoon volgende. Oké, nou, we zijn aangekomen bij Washington, of ja, sorry, ik zeg het goed, toch? Ja, Washington. En nu ben je lekker zijn stuk. Ja, dat duurt nog. Oh, sorry. De gewoon een normale farm. Nou, is daar ook nog een hele grote bovenwakka. Ik weet niet echt... Een soort van de bibliotheek. Het is niet onze eigen opslag, maar... Hier zijn ook een paar kleine huisjes in. Het is gewoon een grote bibliotheek, vind ik. Ja, het lijkt wel een beetje... Je kan, en bijvoorbeeld ook een kerk, dus als we dingen kunnen bespreken... Zo, bijvoorbeeld. Wel vet. Ja. En dan gaan we nu door naar de opslag van Washington.
De mist. Ja, en er liggen ook wel. Er is ook wel Alexis. Ja, de ene boot is van de Nook, dat is de linker, en dan de rechter is van Robin. Ja. Ja. Anouk heeft daar een grote ding met goede gear, van great gear. Zij is een van de grootste verzamelaars, volgens mij. Ja, ze heeft wel een paar. Paar dubbele kisten, volledig ding. Ja, echt prettig. Dan gaan we naar de kist. Ja, hier is de opslag al. En we hebben hier een paar hokjes voor voor zelf mensen. Met... Oh. Ja, net lukt het niet. Oké, okay, ja. Okay. Ja, meerdere port. En hier rest ligt alles, van kobbel en hout en zo. Ja, eigenlijk weet je, als je iets nodig hebt, moet je hier komen halen. Ja, hier hebben we alles. En als je en voor de weektaak moet je ook alles inleveren als je op Washington. Ja, want we hebben. Volgens mij hebben ze nu ook Chest in Texas. Dus we hebben weektaak om de mensen actief te houden. Dat is ook leuk. Nu gaan we een van de grootste delen van Washington. Ja. Ja. Hier zit ook nog een beetje de hier achter. Hier de privéhokjes van mensen en daar liggen de oors. Maar ja. Daar kan alleen de lied. Ja, echte, ja. Nu gaan we naar de grote stad van Washington. Ja, en we kunnen anders door de tunnel gaan als je wilt. Ja, mijn tunnel de tunnel is de alles. Ja, maar dat kan op zich wel. Anders moet je door de... Ja, normaal kom je langs een... Tunnel is de ja. Ik moet weer even terug gaan. En dan ga je daar op de berg een beetje verder zien. Zo'n rot. Kan je hier. En dan kan je nu, als het goed is, de tunnel. En die gaat dan helemaal naar de stad. Nou, toch zo. Kijk, zie ik iemand? Oké, okay, ik heb geen bootje meer, dus... Oh. Ja, ik kan die plaats... Wat? Laat zo. Want ja, als we zien op Texas staan en... Niet op Washington. Omdat het eigenlijk er vooral het land is voor bouwers. Uh-huh. En nu is dit stuk is nog water, maar ik denk dat het eigenlijk ook gewoon... Een straat wordt voor als je later uitgezakt, zou je gewoon makkelijk van de ene kant. Er is een deel is water, maar ook nog een deel is. Kijk, hier is dat dan, dat is me ook gewoon weggehaald. Okay. Ja, hier ongeveer zit er ook een hout, waar dat er een soort van kleine hang is, gewoon naar huizen van een paar mensen. Ja, ik ben er. Ja, ik ben er. Kijk, hier is er een hang. Kijk, dan zie je eigenlijk een mine. Ik denk ik, heeft ze maat dat wij gebruiken het nieuwe mondsfeest. Kijk, hier is er mensen met verdieping. Er zijn verschillende mensen met een verdieping. Ja. En dan hebben we nu de stad waar we eigenlijk meeste gebruiken.
Het is een echt nog steeds een lange. Ja, anders nu over Bern en dus het nog langer omdat je dan dit over de dorp. En ik zie het einde, dus ja, zijn het einde. Ja. Ik zie ook de einde. Dus daar zie je het links van je tweede huis. Dan zet je de rest hier appartement. Die we verhuren voor coins, waar je dan eigenlijk je privéspullen en zo kunt leggen. Het rood heb ik wit, daar is het casino. Heb je ook dat nog. Is nu in aanbouw met casino. Ja, en dan heb je ook nog wat kleine huisjes die je. Dan heb je ook Robin, de owner van Washington, die is daar bezig met wat winkels aan het maken. Ja. Een soort van Mytopia, een beetje. Een aanbouw in deze. Ja, lijkt er. Gewoon een moderne. Dan als we hier een beetje verder gaan. Dan komen we ook uit bij hem. Voor dan de hub, want we hebben de hub een beetje zo nagebouwd. Ja, dat is van. Oh, er is nu een Bouwermijn. Teruggooien. Hij zit nu voor ja. Mij te gaan. Ja, we hebben ook nog een villa uit kwarts gemaakt. Ja, het is wel niet zo groot, omdat wel ons kwarts zit er bijna allemaal in. En als we nog veel groter willen maken, zullen we niet genoeg kwarts hebben om het eigenlijk echt zo'n af. Ja, we hebben op zich nog wacht nog kwarts, maar als we het groter zouden doen, was het te duur. Ik ben aan het zoeken, maar ik vind nieuw met. Oké, daar is het. Ja, het is een heel klein beetje lopen. En dan is hier de hub. Men eruit zijn er ook al een paar huisjes. Ik weet niet, ik denk dat hij ook voor. Maar ik ken de hub niet echt zo. Ja, de kasteel staat hier wel aan de andere kant. Maar anders staat het boven het water. En dan hier de staf. Ja, hier zijn de staf. Alleen nu heeft David een broek uitgeruimd. Dus de paarse is van. Eigenlijk is het dan gewoon weer precies hetzelfde. Oké. En heb je ook nog een mooi uitzicht op de meer. Ja. En dan nog een. In de vet en fotobouw. Nice. En dat was eigenlijk. Washington en Texas. Nee, rondleiding. Nou, heb je nog vragen? Ik heb geen vragen. Misschien dat de kijkers zo duidelijk in de reacties nog vragen stellen. Dat weet ik niet. Maar. Antwoord mee niet. Ja, dan we kunnen. Nou mensen, ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet dan zeker de duimpje op te klikken en vast te abonneren voor meer natuurlijk. Bedankt trouwens voor het meedoen aan deze video. Ja, dat zie ik jullie later. Later mensen!